Hey, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag een sushi mukbang. Ik wil het wel een beetje in een soort van thema doen. Dat is het thema hoe je het beste om kunt gaan met angst. Ondertussen maak ik mijn sushi even open. Ik wilde dus eigenlijk een kringloopvideo vandaag maken. Alleen ik had echt zo'n gevoel van iemand heeft dit nodig. Het is gewoon echt een rare tijd waar heel veel angst ook bij komt kijken. Oh jongens, ik heb honger. Maar nu de persconferentie net is geweest en de maatregelen weer aangescherpt zijn, kan ik me echt voorstellen dat er toch wel wat angst weer omhoog komt. Ik heb helemaal geen drinken. Wait. Ik heb even wat water gemaakt met komkommer en gember. Lekker. En ik moet je zeggen dat ik terug in maart was ik best wel in een vorm van angst. Omdat ja, dit had ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. En ik dacht ook echt, waar zijn we nou in beland? Dus alles is heel erg onzeker en alles is nog steeds best wel onzeker. Alleen ik merk toch dat nu bij de tweede golf, dat ik me toch wel heel erg kalm voel. Dit is zo lekker. Dit is zo'n tofu zakje. Ik heb op Instagram aan jullie gevraagd of jullie nog vragen hadden met betrekking tot dit onderwerp. Allereerst hoe ik zelf met angst omga. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat angst een emotie is. Dat het niet... Dat angst definieert niet jou als persoon. Ik zag zo'n vraag ook voorbij komen. Van hoe ga je nou om met dingen die je niet kan controleren? En het ding is, in het leven kan je eigenlijk niks controleren. Dus dat moet je ook niet willen. Want hoe graag je ook iets wilt of had gehoopt. Je kan alle gebeurtenissen in het leven niet controleren. En dat is heel erg moeilijk om te accepteren. En daar heb ik zelf ook heel erg moeite mee gehad. Het enige wat jij kan controleren zijn je gedachtes en je reacties op bepaalde gebeurtenissen. Ik denk dat het goed is om als uitgangspunt corona te nemen. Omdat dit echt iets is wat je niet kan controleren. Hoe bedoel je? Je kan je reacties en je gedachtes controleren. Ja, dat kan. Hoe ik het voor me zie is dat je eigenlijk soort van twee keuzes hebt. Dit met heel corona gebeurt. Je kan er letterlijk niks aan doen. Maar je hebt wel de keuze om mee te gaan in die angst. Het helemaal je op te nemen. Meer en meer en meer gedachten daarover te hebben. Of je kiest ervoor om je niet mee te laten slepen in angst. En dit klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. En dat weet ik. Alleen het is wel echt een oefening en een mindset. En een vriend van mij, hij wees me op een filmpje van Ed Kartol. En voor de mensen die hem niet kennen, Ed Kartol is een hele bekende auteur. Die ook De Kracht van het Nu heeft geschreven. Echt een heel goed boek. Zeker een aanrader. En ik denk als je zodra je ervan meegaat in die angst, dat je dan niet meer in het nu bent. Ik ben nu in het nu. Ik praat tegen jullie. Ik eet mijn sushi. En eigenlijk denk ik aan niks anders dan dit. Zodra we een gedachte krijgen die dus de emotie angst laat opborrelen, hè, zitten we vaak al niet meer in het nu. Want vaak maken we ons druk over dingen in de toekomst, wat er gaat gebeuren. Al is het over een uur, morgen. Weet je, het is altijd wel toekomstgericht. Ik denk dat het heel erg mooi is wat Eckhart Tolle zegt. Dus dat je eigenlijk gewoon weer terug naar het nu moet komen. En dat je dus je bewust moet zijn wat je één tegen jezelf zegt. En ook dat wanneer er zo'n gedachte komt, dat je dus de keuze hebt om hierin meegesleept te worden. Dus het is echt cruciaal om die keuze eigenlijk te maken. Want zodra je in die angst gaat zitten, ja, dan is het heel erg moeilijk om eruit te komen. En ik denk dat het ook zeker goed is om angst ook wel eens te voelen, maar tot op een zekere hoogte. En zodat het niet je hele dag, zeg maar, bepaalt. Ik doe dit even zo, want dit gaat altijd mis bij mij.
Ook al heb je dus geen controle over de externe dingen die gebeuren, je hebt wel controle over jezelf. Ik heb het echt de laatste paar maanden vooral echt geleerd dat dat gewoon werkt. Zodra ik eigenlijk een angstige gedachte heb, denk ik heel even over die angstige gedachte na. En laat ik het weer een soort van rustig verder gaan. Alsof je zeg maar naar de wolken kijkt en je ziet een angstige wolk. Dan maak zeg maar de keuze om zo langzaam weer voorbij te laten gaan. Het is eigenlijk precies hetzelfde als je bijvoorbeeld mediteert. De kracht van mediteren is eigenlijk dat het niet is dat je... Ik ga gewoon van die naar die. Je kan het niet, hè? De kracht van mediteren is eigenlijk dat... Is niet dan, oh, ik mag niks denken. Want dat is, dan ga je weer nadenken over dat je niks kan nadenken. Dat is zeg maar... Dat is eigenlijk dus een misvatting van... Meditatie, omdat het gaat er nou juist om dat jij zelf bepaalt. Dus jij bent in je kracht en in controle over wat je denkt en in hoever je daarin mee laat slepen. Ik zal sowieso de video van Eckhart Tolle waarin hij het uitlegt hieronder in de video zetten. Het is eigenlijk dus hetzelfde als mediteren. Je ziet je gedachten en je erkent hem en daarna laat je hem weer rustig los. En dat heeft gewoon echt oefening nodig. En dat is dus eigenlijk hetzelfde als angst. En dat is wel echt de mindset die ik heb met betrekking tot wanneer ik angst voel. Je kan wel allerlei rampscenario's in je mind gaan bedenken. 1. Je weet helemaal niet of het echt zo gaat zijn. 2. Je zet jezelf in zo'n toestand. Terwijl, you don't deserve that. Je verdient het om gewoon lekker een fijne dag te hebben en zonder meegesleept worden door angst. Oh mannen. Dat is dus eigenlijk het mindset gedeelte wat voor mij heel erg helpt. Dat is dus terug naar het moment gaan. En dus vanuit het moment het beste ervan maken. Als je zeg maar twee deuren had. En de ene is een fijne dag hebben en het beste ervan maken. En genieten van de super kleine dingen. En de dingen die je wel hebt en wel kan doen. Of de tweede deur is vol met angst, in paniek zitten. Op de bank. En gewoon echt een super slechte dag hebben. Bro, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar zodra je dat echt gaat oefenen, dan kom je er ook echt. Dat innerlijke gesprek wat je eigenlijk altijd voert met jezelf, want ja, de persoon waar we het meeste tijd mee spenderen zijn we zelf. Laat dat iets moois zijn en kies dus ook bewust de woorden die je tegen jezelf vertelt. Troost jezelf, stel jezelf gerust. Ik was heel erg iemand die, en soms nog steeds wel, die dan dus extern bij mensen geruststelling ging zoeken. En dat helpt wel. Het is ook heel erg fijn om met mensen te praten en geruststelling bij dierbaren te vinden. En dat zou ik ook zeker gewoon aanraden om te doen. Ik denk dat het ook gewoon heel erg belangrijk is dat je weet dat je dat eigenlijk niet nodig hebt. En dat alles in jezelf zit. En dat je jezelf echt gerust kan stellen. Dat het echt helpt. En dan meer... Het praktische gedeelte van dit, wat ik doe, is vaak journalen, echt mezelf eerst zeggen wat me helemaal dwars zit, wat mijn angst is, mezelf dus vragen stellen van oké, wat voel ik nu precies? Wat is de reden dat ik me nu angstig voel? Wat heeft dit getriggerd? En waar zou het vandaan komen? Hoe kan ik dit omzetten tot iets neutraals, tot iets positiefs zelfs? En zodra ik dat eigenlijk heb gedaan, schrijf ik ook soms bijvoorbeeld een brief naar mezelf of een korte reminder. Of ik ga quotes opzoeken van reminders die met angst te maken hebben. Helpt altijd wel heel erg goed. Vooral in deze tijd, ga de natuur in. Dus ga lekker naar het park, wandelen, zet headphones op, chille muziek of een podcast. Wees gewoon daar helemaal in het nu. Ik merk altijd... Zodra ik zeg maar te veel in mijn hoofd zit, wanneer ik naar de natuur ga, dus bijvoorbeeld naar een museum of naar het park, of als ik bijvoorbeeld langs het water loop, dan merk ik gewoon dat ik me veel meer grounded voel. Ik weet even het Nederlandse woord niet, grounded. Geaard, zeg maar. Dan wanneer ik zeg maar thuis blijf. En vooral nu we zoveel thuis zitten, is het ook lastig. Want vroeger... Ga je naar de stad? Ga je daarheen? Ga je daarheen? Weet je, dat is ook gewoon
Nu zitten we gewoon veel thuis en dat is ook extra confronterend. Dus het is ook echt normaal dat je veel meer gedachten hebt, veel meer angsten hebt of andere emoties hebt. En dat is oké. Het is ook echt helemaal oké. Ik denk dat het is zo belangrijk om gewoon echt lief voor jezelf te zijn en jezelf niet helemaal gek te maken met van ja, waarom vind ik die angst nou? Waarom vind ik me niet positief en goed en kalm? Weet dat het komt en weet ook dat er betere tijden gaan komen. Het enige wat we nu op dit moment kunnen doen is positief blijven en het beste ervan maken. Dus niet toegeven aan die angst, want angst is een emotie en het is dus wel goed om te voelen. Alleen dat we er niet in meegesleept worden. Ik denk dat het heel goed is om bepaalde dingen in perspectief te zetten en te realiseren wat je wel kan doen en wat je wel hebt. Dat is voor mij gewoon echt een heel fijne houvast. Verder doe ik qua praktische dingen is bijvoorbeeld dus in de natuur gaan, journalen, mediteren. Ik zet bijvoorbeeld mijn diffuser aan. Er zijn een aantal... Oh my god. Ik kan het echt niet eten. Ik merk gewoon dat een diffuser is zo ontzettend fijn. Bij mijn opleiding heb ik ook aromatherapie gestudeerd. Het is geweldig. Ik kende het al eerst, maar nu heb ik echt in de diepte het gestudeerd. Er zijn gewoon oliën die je in je diffuser kan doen, die je gewoon echt kalmeren. Een paar die ik heel erg fijn vind, is lavendel. Er zit nu ook lavendel in een diffuser. Die staat voor harmoniserend, zuiverend, ontspant je spieren, ontspant in zijn geheel. Dat is natuurlijk wel een hele mooie van als je je angst voelt om dan lavendel in de diffuser te doen. En je zou het ook eventueel hier op je polsen kunnen doen. Een andere mooie olie is mandarijn. En mandarijn staat echt voor levensvreugde. Ja, het laat je een beetje weer kind voelen, zeg maar. Dat het positief. En als je dat dus in een diffuser doet, dan dat neem je in je op. En uiteindelijk gaat het ook echt effect geven. Dus dat zijn wel echt olie die ik dan vaak gebruik, mocht ik toch in de angst zitten. Wat ook helpt, bijvoorbeeld als je heel veel indrukken van de dag hebt. Stel je voor je kijkt heel veel nieuws, dat is ook echt een punt. Stel je voor je hebt gewoon heel veel indrukken van de dag. En je neemt heel veel in je op en je bent bijvoorbeeld net als ik een heel gevoelig persoon. Dan is het heel erg goed om voetenbaden te nemen. En dit is echt heel makkelijk. Je neemt gewoon een teltje. Daar doe je bijvoorbeeld de etherische olie jeneverbes in. En jeneverbes is eigenlijk om bijvoorbeeld overtollige energie die niet van jou is. Of negatieve energie. Om heel veel indrukken gewoon lekker los te laten. Jeneverbes is dus echt een mooie olie daarvoor. Maar je kan ook een andere olie erin doen. Een paar druppels. Dan doe je badolie erin. 1 eetlepel. En bijvoorbeeld een beetje oerzeezout. Want zout, daarom heb je bijvoorbeeld ook de zoutlampen. Die laten je echt weer met je bij je voet op de grond staan. Het is gewoon zuiverend. Als je daarin gewoon 10 minuten even zonder bijvoorbeeld op je telefoon te zitten, zonder tv te kijken, even gaat inzitten, dan laat je echt die indruk los. Ik las namelijk ook een vraag van iemand die zei van, hoe kan je de energie van angst van buiten, dus van de wereld, van mensen op straat, van mensen in je omgeving, niet opnemen? En dat is lastig, maar het is echt niet onmogelijk. Dus voetenbaden zijn echt geweldig daarvoor, want daar laat je gewoon alles mee los. Ik zit er ook echt aan te denken om aromatherapie consults te geven. Zodat ik echt per persoon dingen kan adviseren voor aromatherapie. Dus mochten jullie dat leuk vinden, laat het vooral eventjes weten via Instagram of hieronder in de reacties. Dus daar ben ik wel echt over na te denken, want dit is natuurlijk best wel algemeen. Er zitten zulke zware energieën nu. De wereld is letterlijk, heel de wereld zit soort van in angst. Angst is echt de laagste energiefrequentie. Dat tast ook je immuunsysteem aan. Dus naast dat je gewoon je vitamine moet nemen en goed eten en goed bijvoorbeeld water drinken, probeer je frequentie zo hoog mogelijk te houden. Ik geloof heel erg van alles wat je naar buiten zet, krijg je ook terug. En ik denk dat het heel erg goed is om dat ook te realiseren. Ik las ook een vraag van, soms voel ik me angstig. Alleen weet ik niet goed hoe dat komt. Ik denk dat dat ook echt iets kan zijn dat je van iemand anders hebt opgenomen. Of
Oh ja, ik wil het nog hebben over dat nieuws. Nieuws, media is altijd gebaseerd op sensatie. Stel je voor, je hebt 5 positieve berichten en er zit 1 negatief tussen. Dan focust de mind zich al heel snel op dat negatieve. En er komt bijna nooit echt superveel positiviteit. En vooral nu niet. Het is alleen maar corona, corona, corona. En ik heb daarin ook gewoon de keuze gemaakt om niet meer het nieuws te volgen. Ik volg wel de persconferenties, want hij moet wel een beetje op de hoogte blijven. Ik heb mijn pop-ups uitgezet van nieuwsberichten. Ik zet het nieuws niet meer aan. Ik kijk ook niet even snel op nu.nl, ad.nl, wat ik vroeger wel echt deed. It's magical. Want alles wat je ziet, neem je ook weer op. Waardoor die angst ook weer wordt versterkt. Het werkt echt om gewoon niet meer daarmee bezig te zijn. In plaats van je zo erg te focussen op dat nieuws en alsmaar op de hoogte te zijn. Je maakt jezelf gewoon helemaal gek daarmee. In ieder geval, ik heb dat wel. Sinds ik dat dus niet meer doe, kan ik me gewoon focussen op dingen die me wel blij maken. En dingen waar ik energie van krijg. Want als ik het nieuws kijk, voel ik gewoon die energie gewoon uit me gezogen worden. Gewoon. Ik spendeer mijn tijd liever door YouTube te kijken of Netflix of... Weet je, gewoon wel op de hoogte te blijven, bijvoorbeeld van die persconferenties, maar niet de hele dag daarmee bezig te zijn. Hetzelfde sowieso met social media gebruik. Dat is echt gewoon, als je daar heel veel mee, zeg maar, mijn werk is social media eigenlijk. Post ik best wel veel, maar zelf zit ik er niet heel de dag op ofzo. Ik post het en ik ga weg. En dat is puur gewoon een soort van zelfbescherming, want anders blijf je er helemaal in op en het kost gewoon heel veel energie. En het is zo lekker. Weet je wat zin in? Auw. Ik heb dit kaartendek en het heet Universe Has Your Back. En als je me volgt op Instagram, weet je dat ik wel eens kaartjes voor jullie trek. Dan in 3 groepen split en dat ik dus een boodschap heb. En ik dacht, misschien wel leuk om nu een kaartje voor jullie te trekken. En gerelateerd eigenlijk aan dit onderwerp. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Oh, oké, die valt. Altijd als iets valt, dan pak ik het op en dan weet ik gewoon dat dat ook een boodschap is. Deze kaart is zo mooi en eigenlijk precies de boodschap die bij deze video hoort. En dat is, when I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Zo mooi en als je ziet, die 2 vogeltjes zijn zo peaceful. Echt, I love it. En dit is ook een heel groot deel van angst eigenlijk. Om je angst om te zetten in vertrouwen. En vertrouwen dat alles goed komt. En ook al gaat het niet zoals je had gehoopt en niet zoals je had gewild. Je haalt er altijd wel een les uit. Er komen altijd betere tijden. En ook al denk je nu van niet, er komen echt betere tijden. Dus ja, trust. Ik zal er nog 1 trekken. Ik vind het zo leuk om te doen. Aww, deze is ook leuk. Hier staat, joy is the ultimate creator. Als jij je focust op dingen die je leuk vindt, dingen die je positieve energie geven, creëer je ook zelf een leven die je heel erg leuk vindt en waar je heel erg van geniet. Focus op de joy. I like it. Wat ik eigenlijk ook altijd doe, is de kaart die hieronder zit ook altijd pakken. En dat is, my fearless freedom lights up the world. Nou, ook wel heel erg toepasselijk. Wat ook heel erg mooi is van die laatste kaart is dat wanneer je ziet dat iemand echt in de angst zit, echt zich totaal niet goed voelt, wees er dan voor die persoon en herken de kenmerken ervan. Als iemand zich bijvoorbeeld heel erg gaat terugtrekken, contacteer die persoon. Al is het maar iets kleins, al zeg gewoon van ik denk aan je, love you. Dat is echt al zo fijn om te horen en ook het komt goed. Dus echt, let ook op de mensen om je heen. En als je je dus krachtig voelt om dat ook met de rest te delen. Eigenlijk een beetje wat ik nu doe. Ik hoop echt dat deze video voor een aantal van jullie, al is het maar voor 1 persoon, dat het helpt. Het zou echt al geweldig zijn. Ik zal nog wel eventjes kijken welke vragen hier tussen zaten. Oh, dit is ook wel een mooie. Hoe ga je met mensen om die jouw angst niet begrijpen? Ja, dat is eigenlijk ook zoiets, hè. Je hebt geen controle over mensen. Je hebt geen controle over wat andere mensen vinden.
hoe andere mensen erin staan. En ik zou me ook zeker niet te veel druk proberen te maken over hoe andere mensen, ook al is het echt directe familie, hoe die iets vinden. Dat is heel erg moeilijk, want ja, als het echt iemand close is, dan wil je gewoon het liefst dat diegene je begrijpt en support. Maar mensen doen echt wat ze kunnen en dat kan je ook niet controleren. Ik denk dat het goed is om je dan echt te focussen op jezelf en je angst te accepteren en niet de moeite doen om de hele tijd hetgeen tegen die persoon uit te leggen en willen dat diegene het begrijpt. Want soms is echt alleen al, ik zeg altijd van, het is echt goed om gewoon het zaadje te planten, het even te laten rusten, water te geven. En uiteindelijk groeit het vanzelf. Plant that seed. Verspil geen energie om iemand te overtuigen of te laten begrijpen. Want soms is het moment daar gewoon niet. En soms zien we het pas later in. Dus focus echt op jezelf. Geef ook aan als je iets niet leuk vindt om te horen. Geef het aan als het je pijn doet. Ja, spreek gewoon vanuit je ik. Ik vind het niet fijn als. Ik voel me verdrietig als. Of ik voel me niet begrepen als. Ben dat gewoon even kwijt en laat het dan ook gewoon rusten. Want als mensen het niet begrijpen, dan begrijpen ze het gewoon niet. En het is niet aan jou. Jij begrijpt je angst en daar gaat het om. En het mooie is dus dat ook in zo'n situatie waar je dus eigenlijk geen controle over hebt, kan je altijd nog die keuze maken voor jezelf van ga ik hiermee in of niet. Wees je heel erg bewust van je keuzes die je voor jezelf maakt. Wat is het belangrijkste voor jou? Dat is echt het allerbelangrijkste, zonder egoïstisch natuurlijk te zijn. Bij alles wat je sowieso doet in je leven, om je af te vragen van, draagt dit bij aan mijn innerlijke rust? Aan het eind van de dag is dat echt het belangrijkste. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je me nog niet volgen op Instagram, ik zal het hieronder in de beschrijving zetten. Rustig aan. Wees lief voor jezelf en voor anderen. Wees daar voor anderen die het nodig hebben. En zeker ook voor jezelf. En ja, ik denk aan jullie.